Ja, Kelvin Stengs, een onvergetelijke avond. Ja, niet normaal. Ik denk niet meer verwacht. Niemand had het verwacht. En extra lekker natuurlijk, ja. Het leek een beetje op die vorige wedstrijd in het feit dat je 2-2 speelt en met 10 man staat aan het eind. Ja, precies. En dat zegt ook wel iets over ons, zeg maar. Hoe wij als team vechten en erin blijven geloven. Tuurlijk, als je 2-0 achterkomt, denk je van, gaat het nog wel lukken? Maar uiteindelijk zeiden we ook in de rust tegen elkaar van, we gaan gewoon vechten en we zien het wel. En gelukkig is de goede kant opgevallen en zijn we nu al door, ja. Want het was een gevecht en het ging heel moeizaam de eerste helft en ook een gedeelte van de tweede helft. Jullie hebben alles geprobeerd, positiewisselingen, 3-5-2 op een gegeven moment. Ja, 3-5-2 op een gegeven moment en dan zei er een van, ja, we moeten meer lange ballen, meer opportunistisch spelen. En dat gebeurde in het begin zeker nog niet. En toen op een gegeven moment de eerste bal volgens mij van Teun, die valt gelijk goed op ver, die lange bal, dat hij zo verlengt. En dan ja, uit het niets valt die goal, dan dachten wij ook van wat gebeurt hier. En dan op een gegeven moment krijg je die 7 minuten te horen en dan voel je wel in het stadion van, hé, hey, het kan nog gebeuren. En gelukkig maakt hij hem en schiet hij hem fantastisch binnen en zijn we door. Heb je al een klein biertje gedronken net in het kleedkamer? Ik drink niet, dus ik heb wel Fanta gedronken, maar we houden het daarbij. Nou, want het is waarschijnlijk wel een feest nu daar. Nou, het viel al mee hoor. Panta viel uit met zijn knie. Tuurlijk, dat kom je in de kleedkamer, zie je hem zitten. Meijeron krijgt rood. Tuurlijk, ja. Iedereen is wel blij, maar ja. Hoe gaat het nu met hem, weet je dat? Nee, ik weet het nog niet. Nee, nee. Het is voor ons ook afwachten. En volgende ronde, want jullie zijn door. Heb je dan liever een Sevilla bijvoorbeeld? Of toch een Cluj, dat Roemeense kampioen? Laten we gewoon voor doorgaan. Dus liever de mindere ploeg natuurlijk. Maar tripje naar Sevilla is ook wel leuk. Dankjewel.